En de Suriname Chefs Association heeft donderdag haar closing cocktailreceptie gehouden op de pier van Hotel Torarica. Het Surinaamse culinaire team vertrekt dinsdag naar Miami om mee te doen aan de Taste of the Caribbean. Volgens Sherwin Alexander, chef-kok van de groep, is de voorbereiding begonnen direct na de laatste trip naar Miami. Het Surinaams culinair team verandert om de 2 jaar van samenstelling. Op die manier krijgen meerdere mensen uit de branche een kans om internationale ervaring op te doen. Daarom is meteen na de laatste Taste of the Caribbean een workshop gehouden voor de nieuwe groep, zegt Alexander. Na de nationale competitie van vorig jaar hebben we natuurlijk een nationaal team geselecteerd. En daar start eigenlijk het trainingstraject waarbij ze natuurlijk getraind worden op gastronomische trends. Meer gaan verdiepen in de Surinaamse keukens. India's, Marons, Creole, Chinees. Wat heeft de Surinaamse keuken allemaal nog te bieden? En op grond daarvan eigenlijk verschillende elementen meenemen uit de Surinaamse culturen in het menu dat wij gaan presenteren tijdens Taste of the Caribbean. Daar gaan wij een 3-gangen menu presenteren, nationaal dishes, waarbij we natuurlijk voor, hoofd en dessert de verschillende elementen uit de Surinaamse keukens. Wat ze tijdens de training oefenen, dat gaan ze presenteren tijdens de gourmetavonden. En de gourmetavonden zijn tegelijkertijd eigenlijk de lesavonden voor ze. Dus tijdens zo'n gourmet is het ook een verrassing, krijgen ze een mystery box met een aantal ingrediënten en hebben ze 4 uur de tijd om een 3-gangen menu samen te stellen. Dus het is een grote uitdaging geweest, maar ik moet wel zeggen, het Surinaams Nationaal Culinair Team is ready voor goud. De Torarica Groep is sponsor van het Surinaamse Culinair Team. Algemeen directeur Dave Bouke is trots op het team. Zij hebben de afgelopen jaren geweldige prestaties geleverd. Dus we verwachten dat ze het dit jaar weer zullen doen, zegt Bouke. Ik heb het voorrecht gehad om ze te mogen volgen. En ben ik ervan overtuigd dat ze dit jaar met heel mooie prijzen terug zullen komen. En ze hebben het in de jaren hiervoor, hebben ze het zeker niet onverdienstelijk gedaan. Vanaf ik het team ken, is een van hun belangrijke doelen geweest het incorporeren van Surinaamse ingrediënten in hun menus en in hun, ja, in hun menus, in de bereidingswijze. En als ik me niet vergis, is dat 2 jaar geleden is dat ook heel duidelijk naar voren gekomen door een van de juryleden in Miami. Die heeft aangegeven dat hij ontzettend trots was en ook bewondering had voor, als ik me niet vergis, het gebruik van cassave in heel veel gerechten. Dus ja, daar staan we best wel bekend om en ik denk dat dat verder uitgebouwd moet worden. Dave Bouke, algemeen directeur van de Torarica Groep. Hij sprak donderdag bij de closing cocktail receptie, die is gehouden op de pier van Hotel Torarica. Het Surinaamse culinaire team vertrekt dinsdag naar Miami om deel te nemen aan de Taste of the Caribbean.